Toen ik in Almelo huis zat, heb ik hier al een paar keer gekeken. Drie dames. En die dames die liepen hier in de straat met hun rollator. En die waren heel ontevreden over de perkjes. Ah, dat is helemaal niks meer. Dat is al jaren zo. Kan daar niet wat aan veranderd worden? Nou, toen heb ik een artikel geschreven in het Almeloos Weekblad. En dat artikel is opgepakt door mensen van de gemeente, waaronder Sjaak Tjertsma. En die heeft een van die dames gebeld en vervolgens is daar van alles uit voortgerold. Groenblijvende prunussen en de kale struiken die zijn botanische rozen. Die straks een roos zijn, een roosboom en natuurlijk wortels geven. En de bomen zijn ginkgo biloba. Er gaat er flink wat licht doorheen. Dus straks in het voorjaar dan lopen ze uit met mooie fris groen blad. En dan in de loop van het voorjaar, zomer, dan gaan ze volle bloeien. En die bloeien nog lang door. En als straks de rozenbottels eraan zitten, komen er ook nog weer vogeltjes op af. Dus het is ook goed voor de biodiversiteit. Als ze bloeien voor de insecten en straks voor de vogels. We kregen de gemeente aan de deur, zogezegd. En die hadden een plan waarbij deze bomen moesten verdwijnen. Ze zeiden, ja, die vier verderop, die moeten eraf. En dan moeten die van jullie er ook af. Dus ik zei, moest luisteren, als er één familielid overlijdt, dan ga je toch niet de hele familie begraven. Wat is dat voor onzin? Ze blijven dus gewoon staan. Daar zijn we heel blij mee. En laten we niet vergeten dat voor onze gezondheid, hoe meer bomen en hoe grotere bomen, hoe beter. Daar zijn we de laatste tijd erg mee bezig. Dus. De wijk was niet helemaal tevreden over wat er was, dus die wilde wat anders. En dat is via de ambtenaren op een goede manier opgepakt. En die hebben het balletje aan de rollen gebracht. Dus eigenlijk komt de eer toe aan de ambtenaren die zo goed zijn geweest om te luisteren naar de mensen in de wijk. En dat heeft ertoe geleid dat er hier wat veranderingen hebben plaatsgevonden. Dat er planten zijn geplant, dat er struiken zijn geplant, dat er nieuwe bomen zijn geplant. Allemaal in overleg met jullie allemaal. En dat is natuurlijk hartstikke mooi dat het kan. En wat ook heel erg mooi is, en dat vinden wij als gemeente gewoon heel erg leuk, is dat de bewoners ook een steentje bij gaan dragen in het onderhoud ervan. En dat maakt het voor ons heel erg interessant om iets extra's te doen. En want dan komt de betrokkenheid van de buurt en is het waarschijnlijk ook gewoon naar de toekomst netjes hier in de straat. En als jullie samen het onderhoud doen, dan praat je eens een keer met elkaar. Dus dan komt de leefbaarheid in de straat hopelijk ook nog ten goede. En dan heb je alleen maar winnaars. Een applausje voor 23 jaar. Eigenlijk de grote aanstichter zijn.